Meneer Proficiat en Sender voor de overwinning. Analyse. Ik denk dat ik een trainer ben met twee gevoelens. Ik denk dat we vandaag geen slechte wedstrijd spelen. Ik denk dat we heel goed beginnen aan die wedstrijd. Het beste van het spel hebben. Maar ik denk het grootste verschil vandaag tussen ons en Oostende is efficiëntie. Ik denk dat Oostende hun eerste kans is direct doelpunt. Dat geeft natuurlijk vertrouwen aan hun. Maar ondanks dat blijven we terug blijven goed voetballen en vinden we de ruimtes naar voren toe. En hebben we een grote kans, een heel grote kans, en we werken niet af. En dan direct terug aan de andere kant is direct 2-0. Dus dat is mentaal heel moeilijk voor ons. Maar oké, okay, heb ik reactie gevraagd met de rust. Gewoon blijven werken, maar en dat hebben ze getoond. Ik denk, ik kan de jongens niks verwijten qua inzet. Ze hebben getracht te doen wat ik gevraagd heb. We hebben de kans gehad. Het is eigenlijk straf dat vandaag hier geen doelpuntje scoren, maar oké, dat is de realiteit. Het is een beetje een vaste rode draad in ons seizoen dat we goed voetbal brengen. Dat we ook kansen creëren. We maken toch Oostende moeilijk hier thuis. Toch een Oostende ploeg met heel veel kwaliteit. En dan is het heel zuur voor de jongens dat we met 0 punten naar huis gaan. Ik denk alleen het enige dat ik jongens kan verwijten is dat we de kansen niet hebben afgemaakt die we gecreëerd hebben. En, dan zie je dat er in Oostende wel de kwaliteit is om die kansen te creëren, om dat wel af te maken en de wedstrijd naar hun kant te trekken. En, ja, het is een beetje spijtig voor de jongens. We hebben goed was gespeeld, maar we gaan met lege punten naar huis. Dus oké, okay, dat is de realiteit. Goed, dank u wel, Jonas de Roek. Adnan Kustovic, 2-0, belle victoire. Ton analyse du match, s'il vous plaît. Ik ben blij voor de 3 punten vandaag. Ik ben blij voor de mentaliteit. We hebben in 4 wedstrijden 1 tegendoelpunt genomen. Zo, ik ben blij ook voor de mentaliteit. De jongens hebben alles gegeven vandaag. En ik ben blij als trainer. Voilà, analyse is heel kort. Je zegt het zelf, 1 doelpunt tegen in 4 wedstrijden. Die 3 centrale verdedigers, Lombard, Milic, Tomasovic, ja. Dat staat er wel. Hè? C'est costaud, tous les 3, plus William aussi, qui fait aussi un arrêt extraordinaire aujourd'hui. Ça fait aussi 3 clean sheets de suite. Un but en 4 matchs, ça veut dire c'est difficile pour les adversaires de marquer contre nous, même si aujourd'hui, vandaag, we hebben ook een beetje geluk gehad. Sint-Truiden hebben ook 3 kansen, 3 of 4 kansen in de wedstrijd. Maar oké, ik ben content. Ik ben content ook voor de president Koeken die part Anderlecht. Voor bien finir zijn histoire ici, même si elle n'est pas finie. Il va rester supporter d'Ostende. Et je suis content aussi pour le nouveau président, M. Calant, pour l'avenir et pour l'année prochaine. C'est dommage pour cette année qu'on a raté une saison. Raté, c'est comme ça arrive dans un club comme Ostende. On peut aussi dire que parfois ça peut arriver. Par contre, je pense que je suis rassuré pour l'avenir d'Ostende dans tous les domaines, sportifs, financiers, direction. Et voilà. Peut-être un point négatif, dommage, le carton rouge encore pour un caca, un deuxième jaune. Ouais, mais il est encore jeune. Je trouve que l'arbitre il aurait pu faire aussi un peu plus de psychologie. 88e minute, le ballon il est dégagé dans l'air, mais à 10 mètres de l'endroit où il a dégagé. Il aurait, je veux dire, l'arbitre il a fait ce qu'il devait faire, mais il aurait pu être peut-être un peu plus psychologue. Ok, merci beaucoup, Adnan Kustovic.